Wat is dit mooi. Ik schiet helemaal vol. Het groeit allemaal in jouw mooie buikje. Het kindje ligt ook helemaal goed. Alles erop en eraan. De armpjes, de beentjes, kleine handjes. Kunt u zien of het gezond is? Zo op het oog lijkt het helemaal gezond. Geen gebreken of andere opvallende zaken. Een gezond kind, dat is het allerbelangrijkste. Het leuke van de techniek van tegenwoordig is dat je zoveel kunt voorspellen. Of het kind later groot zal worden of klein. De kleur van de ogen, het haar, de uiteindelijke stand van het gebit. Wat is dat toch ongelooflijk knap. Willen jullie bijvoorbeeld weten of het een jongetje of een meisje is? Ja. Het is een jongetje. Hoe ziet u dat? Nou, hier zit een heel klein piemeltje. Oh ja. En nu houdt hij zich nog een beetje verscholen, maar als ik dat zo... dan kun je het heel goed zien. Maar we kunnen nog veel meer aflezen. Bijvoorbeeld aan de uiteindelijke stand van de oortjes. Nu zijn die nog een beetje klein, maar die zullen ook uiteindelijk... Als ik zo kijk naar de moeder... En de haartjes. Het zou zomaar kunnen zijn dat die ook op jeugdige leeftijd zijn krullenbos verliest. En dan krijg je kaalheid. Met hier en daar een toefje. Nee, laten we ervan uitgaan dat dat... Genetica. Ligt allemaal in ons DNA besloten. Want als ik zo kijk naar de moeder, dan zie ik... Wat? Ja, een heel leuk klein... brilletje. Dat hoeft toch helemaal niet? En dan komt hij in de puberteit. En dat is dan het leuke van alles. Dan gaat alles groeien. Ook zijn piemeltje. Ja, hop. En dan gaat hij er een klein beetje mee experimenteren. En dan... Loep. Dan komt er zomaar ineens iets uit. En dan denkt hij, hé, wat is dat nou? Ik denk dat we genoeg weten. Kom, schat, laten we gaan. Nee, wacht nog één moment. Want wat is er nou leuker dan dat kijkje in de toekomst te nemen? Hè? Sport u? Ja, ik voetbal. Nou, het zou zomaar kunnen dat hij ook twee van die lange, gespierde voetbalbenen krijgt. Maar het kan ook zijn dat hij liever op een motor zit als hij 18 is. Hè? Lekker crossen. Het zit helemaal niet in onze familie. En dat hij dan bij een ongeluk zijn beide benen... verliest. Ik vind dit echt niet leuk meer. Kom, we gaan. Niet getreurd. Daar hebben we allemaal leuke oplossingen voor bedacht. Ze hebben ze allemaal in soorten en maten. En met zo'n klein joystickje kan je ze helemaal besturen zelf.